Buenos dias, dames en heren. We zijn hier in het mooie Spanje. Of niet, Gijs? Zeker. Met de legende van de club daar. Sander! Wij lopen nu naar het trainingsveld. Of niet, Mees? Niet zo verlegen, kom nou. Ik ben niet verlegen. Ja, we lopen nu naar het trainingsveld. We hebben vandaag 1 trainingssessie. En dan hebben we een leuke activiteit. Sander, wat is de activiteit vandaag? Je doet het goed, man. Ja, je doet het op ik ben goed. Gewend. Ze noemen mij ook wel het broertje van Enzo Knol. Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij een nieuwe vlog van Enzo Knol. Vandaag ben ik hier met Gijs en met Mees. We gaan een leuke dag van maken. Ik zie jullie zo. Hermanos, birthday today, hè? Say something to the fans. It's your birthday. Thank you very much for all good messages. 37 is a beautiful age. And I'm here. You can be my father. You can be my father. Hoe voelt het om het eerste op trainingskamp te zijn? Ja, goed. Voelt top. Ja? Ja. Lekker gevoel? Ja, heerlijk. Is toch mooi hier lekker in Spanje? Ja, helemaal gelijk. En wat zijn je doelen voor dit jaar? Vaak mogelijk meetrainen. Ja? Ja. Dan leren hiervan, de trainingskamp. En ja, meer optrekken met het niveau hier. Helemaal gelijk. Kijk hem nou wegrennen. Grootste van het team is bang voor de camera. Wij gaan nu de kleedkamer in. Waar iedereen zich even gaat klaarmaken. Kijk, hier liggen al onze kiksen. Ga weg, man. Even leuk voor de fans. Hey, top is. Ja, we zijn er ready voor. Kijk even. Jij hebt hem niet gehad, sta even voor. Ik ben Sam, zevende keeper. Speedy Gonzales. Ik film je. Speedy Gonzales. Met jou? Nee, ik wil hoe gaat het met jou? Niet vragen hoe het met mij ging. Ja, hoe gaat het met jou? Ja, lekker. Lekker? Heb je zin in vandaag? Gisteren presentatie gehad? Ja, ging goed. Ging, vind je niet? Ja. Ik vond mij een beter dan jou. Ja, dat vond ik ook. Welke woorden kon jij niet lezen? Een aantal zinnen begreep ik niet. Aantal begreep ik niet. Had je moeite met spreekbeurten? Vroeger? Ja. 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 Presentatie, spreekbeurten, PowerPoint geven, verschrikkelijk. Ja, ja. Ik heb genoten van je gisteren, echt. Ik heb genoten. Dankjewel. Oesel, iedereen kent hem wel, denk ik. Nou, ze kennen jou meer dan ik. Nee, ik denk dat ze jou heel goed kennen. Kijk, dit is onze... Oeh, stop. Zo, stop. Dit is onze hoofdvisio. Kijk, druk bezig met communiceren weer. Dit is onze hoofdvisio. Alles gaat draaien en staat vast met communicatie. Goede communicatie. Ja, daar begint het bij, Sander. Heel goed. Ik ga nu mijn kicks aan doen, dan gaan we trainen en dan zie ik jullie zo. Oh, he wants to be on the camera. Beep. Leuk groepje, wie loop je achter? De legend. Hoofdvisio van FC Twente, dan ben je een groot hoor. Dan ben je echt een grote. Pro F. Oh, ik dacht, ik bedoel het echt zo. Even bloemen. Pro F. Wij lopen nu het veld op, jongens. We hebben nu onze activatie voor de training. En zometeen gaat het hier gebeuren. Ik spreek jullie na de training. Daar zitten we dan, hè, Wout? Heerlijk hoor. Lekker in het zonnetje. Oh, de conditietraining. En nu? Nee! Nee! Alleen voor die vlog, hè, vieze hoertje. Zonder vlog doe je het niet. Ja, dan zitten we dan helemaal kapot. We hebben een goede training erop zitten. Nu even les, meteen even eten, lekker rusten. En dan in de middag een activiteit, maar ik neem jullie nog mee. Bart, vertel eens aan de kijkers. Jij bent natuurlijk een tijdje geleden naar hier gekomen om alles al te checken en zo, toch? Ja. Hoe was het dan? Hoe gaat zoiets? Hoe kom je hier? Is het serieus? Ja, serieus. Het is vlog. Kijk, hij is aan.
Hij is aan. Je hebt niet op aangedrukt. Jawel bro, hier 30 seconden nu. Oh 31. Ja man, je hebt gelijk. Vertel. Kom op deze plek, ja, je gaat onderzoek doen. Je gaat kijken wat het beste is voor het team. Het veld moet goed zijn. Ik heb je ook nog een aantal tips gegeven. Dicht bij het strand zijn. Ja, jij wilde alleen maar naar Dubai. Nee. En naar de VS. Nee. Naar, Antalya China. Zei ik, Antalya. Deze is een week in Dubai geweest, die geeft nog steeds licht. Wat zeg jij man? Met Henk Bruin. Daarom is hij aan het zonuur. Dan heb je onze bellen. Gekke bellen. Hoe, wat vond je van de training? Los van dat je winning team hebt, wat vond je van de training? Was behoorlijk taai. Toch? Ja, Robin zei vanochtend aan tafel wat rustige training vandaag. Niet waar. Bleek even niet zo te zijn. Dit is Jacob, dit is onze Habibi. Regelt alles voor ons. Dankjewel hè. Alles. Iedereen dankjewel. Heb je sokken nodig? Sokken zijn er. Shirtje wordt gebracht. Ballen zijn hier. Habibi regelt alles. We hebben net de zware training gehad, middagactiviteit en we gaan nu naar de krachthonk. Zo, DJ, lukt het? Daar heb je hem weer. Training net klaar, even met familie bellen. Moet ook gebeuren. Maar even dames en heren, hier gebeurt het allemaal. Hier kunnen we elke dag onze kleren ophalen. Alles wat geregeld. Hij regelt alles. Nee, we hebben net getraind, gedoucht. We gaan nu even lekker lunchen. Eten. Ja, duikje vullen. Duikje vullen. Het was een pittige training, dus we moeten lekker weer eten. Kijk. Even herstellen. Deze man, die gaat mij zo meteen even repareren. Jazeker, zet je op de lijst. Ja. Ik ga naar boven, zie je zo. Ik kom naar het eten. Kijk, dit is de receptie. De jongen, die komt er aan. Hij komt nu toch iemand aan, ja. En die kan rennen, jongen. Die kan rennen, maar die lijkt toch op een imbecil. Moet je even zien. Zeg maar tegen de vlog. Hoi. Lekker gegeten? Ja, ik heb echt heel lekker gegeten. Kijk wie er allemaal is. Ja, dat is net wat geluid. Jij bent nog niet in die vlog gekomen, hè? Nee, maar is beter soms ook, hè? Dat nee, kijk eens. Wauw. Ja, ik hoor dat je alleen maar op de schelde op de kwam, man. Eet smakelijk. Birthday boy. Birthday. Wat was goedemorgen ook weer in het zon? Buenos dias. Buenos dias. Buenos tardes. Nee, buenos dias. Nee, buenos tardes. Het is middag toch? Eet smakelijk dan. Wilt u ook op de vlog? Nee. Oké. Eet smakelijk. Buenos dias. Dankjewel. Buenos dias, maatje. Hij is al lang in die vlog. Kijk wat het eten is. Eten? Eten. Lekker eten. Die kip is die gisteren zaten we zo bij. Lekker, lekker. Keule. Eet smakelijk. Dankjewel. Belg. Waka. Wablief. Wablief. Eet smakelijk. Rots. Hoe is het met je broertje? Jezus, rustig man. Jij komt zo meteen. Je hoeft niet in beeld. Hoe is het met je broertje? Dit is de jongen van het hele team. Ja, dit is echt... Dit is een jongen. Maar... Wat zeggen ze altijd? Stille water, diepe gronden of zo? Ja, zoiets. Dat is hij. Stille water, diepe gronden. 17 jaar. Sander Bosker, levende legende van FC Twente. Ja, ja. Hij ja, werkt het toch gaan. Goed? Prima. Jonatje. Ja, broer. Hey, Justin Bieber. Nee, jij hebt al vaak in die vlog toch? Hey, Nacho, hoe is hey, auto? Nee. Deze man, Yuri, a.k.a. Google, a.k.a. Wikipedia, a.k.a. Safari, a.k.a. Dagboek, a.k.a. alles wat je maar kan weten. Is Yuri. Say hi. Zo zie je hoe dat werkt bij Twente. Ik zit hier al een kwartier. Komt deze Volendammer hier. Komt hier en wie ligt er als eerst? Ben je met Matthias? We gaan nu naar onze activiteit. Karten. We gaan lekker karten. Karten. We gaan lekker karten. Clubwatcher. Die is daar ook. Zeg maar hi to the vlog. Rikki
van Volswinkel. Jelelelelelele, Ricky van Volswinkel. Benjamin, Max Bruns, Alex. We zijn er begonnen. Superstar. Sadibek, Joe Leuf, Arend, Capitano, Fluffy. Jezus! Dit laat op camera. Hij is weer emotioneel. We zijn bij de kaart aangekomen. Kijk hier, iedereen is er ready voor. Vriend, rij jij eruit, man. Tas, het enige wat ik kan is hard rijden. Ghost 075. Ikke. Ja, Sandam, 75. Hier, 3. Vasthouden. Harry Kuster. Van de Amerikaanse Black Hex. Jury. Oké, let's go. Max Verstappen is aanwezig. Hoe is die helm, Benatje? Goeie? Ik ben de Turkse. Ik ben de Turkse Max Verstappen. Ik ben Turkse Max Verstappen. Hoe heet je dan in Turks? Max Verstap. Wij waren de slechtste van de dag. De beste. Niet de slechtste. Wij waren de beste van de slechtste. Dat is het. Onze grote vriend Burnett. Onze grote vriend. Die gaf mij een goede tik. En ja, je kan beter aan Mees vragen wat er gebeurt precies. Ik heb gewonnen. Eerste. Nee, wat is gebeurd? Er is echt veel gebeurd. Misschien een van de leukste teamactiviteiten die ik ooit heb gezien. Laat me gewoon even zeggen, ik heb heel veel pijn. Ik ben uit mijn karretje gevlogen. Hij is echt gevlogen. Gewoon bijna terug naar Nederland. Hij zegt die fles mag niet. Mag niet. Dit is leuk om te pakken. Lars mocht niet meedoen, hij past niet in het karretje. Heel goed gespeeld. Uiteindelijk hebben we allemaal gewonnen, want Jeff is nat geworden. Dat is belangrijk. Maar ik vond het wel zwak hoe je dat weggeeft het einde. Ja, maar Daan zou hem tegenhouden, man. Daan, waar zit je? Ja, Daan, waar is Daan? Die heeft super slecht gedaan. Onze grote vriend, 30 jaar, lijkt 18. Deed jij mee? Tuurlijk, bro. Waarom deed jij mee eigenlijk? Ik was gewoon in finale. Ja, man, duurt je bijna overal. Waarom heb jij Jeffy geblokkeerd? Hij heeft mij eraf gereden. Ja, maar waarom heb je hem nu teruggepakt? Ja, ik kon die. Ik kon die eens niet bijhouden, man. All I know, me and you, ik weet niet hoe. Ik heb van vandaag heb ik echt genoten. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat het moeite waard was om even te kijken. Wij gaan zo meteen even eten en daarna ga ik rusten. Ciao, ik zie jullie snel.